Mijn naam is Harmer Tom van Automobielbedrijf Jaarsma en in deze video gaan we niet alleen deze Ram 1500 Bighorn laten zien, maar vertellen we ook wat meer over de mogelijkheden die de Ram 1500 heeft. En als we kijken naar de praktische inzetbaarheid, dan gaat het toch al snel om het trekken van een aanhangwagen. En daar gaan we deze video verder op in. Vrijwel alle pick-ups die we leveren en dus ook de Rams leveren we met een vaste 13-polige trekhaak. Of ik moet zeggen een vaste trekhaak met een 13-polige stekkeraansluiting. En daarnaast hebben ze een trekgewicht van 3500 kilo. Dus kun je ook vrijwel elke aanhanger die geschikt is voor een personenauto of bedrijfswagen meenemen. In dit geval hebben we onze autotransporter erachter hangen. Daarop een Jeep Wrangler voor het beeld eventjes. Sowieso een fantastische kleurencombinatie natuurlijk met het rood en blauw op deze zonnige dag. Laat ook even goed zien hoe die dat nou in praktijk gebruikt. Nou, wat je ziet, de trekhaakhoogte zit eigenlijk op hetzelfde niveau als standaard alle auto's hebben. Dat is tussen de 45 en 55 centimeter. We hebben daarnaast ook nog andere kogels, want je ziet dan wel eens dat mensen soms een iets hogere of een lagere trailer hebben dan standaard. Vanuit Amerika en Canada zit er natuurlijk een trekhaakstekker op. Daar hebben we helaas in Europa niks aan, dus daarom worden ze allemaal omgebouwd met een... Ja, eigenlijk altijd een 13-polige Europese stekker. Daarnaast heeft deze specifieke Ram nog wat extra themen die het trekken wat makkelijker maken. Ze hebben alle auto's een duw- en trekmodus. Nou, die gebruik je voor het slepen of het meenemen van een aanhanger. Dat zorgt ervoor dat de automaat later opschakelt. Dus de motor gaat meer van zijn toeren gebruiken, waardoor hij ook meer koppel tot zijn beschikking heeft. En hij schakelt ook eerder terug, waardoor hij meer afremt op de motor. En waardoor je minder hoeft te remmen op het remsysteem van de auto wanneer je een zware aanhanger mee hebt. Andere fijne systemen zijn trailer sway control. Zorgt ervoor als je aanhanger gaat slingeren, dat de auto dat herkent. En dat hij om en om de wielen gaat bijremmen op de auto, zodat de trailer weer recht komt achter de auto. Daarnaast, ook vrijwel elke auto aanwezig, een achteruitrijcamera. Nou, en zo'n camera maakt het aansluiten van een aanhanger heel gemakkelijk. Je kunt met een knopje inzoomen op de trekhaak. Dan kijk je recht boven de trekhaak. Zorg je ervoor dat de aansluiting, de dissel, mooi boven de trekhaak zit. Je stapt uit, draait het wieltje naar beneden. Dat doet het altijd goed op campings of bedrijventerreinen, waar dan ook. Je ziet er gewoon meteen uit alsof jij dat gewoon even zo op je blote oog... die auto recht voor die aanhanger zet. Zoals ik al zei, ook even wat informatie over deze Ram 1500 Bighorn. Dit is de Bighorn Sport Night Edition. Dat betekent dat alle accenten zijn uitgevoerd in het zwart. De zwarte 20-inch velgen, de zwarte spiegelkappen, de zwarte logo's. En dat logo, daar staat hier, valt nog wel wat op. Hemi e-torque. Dat betekent dat deze auto is voorzien van de e-torque motor. Dat is een stekje extra elektro-ondersteuning. Je hoeft hem niet in te pluggen, er hoeft geen stekker aan. Maar je rijdt ongeveer per liter LPG een kilometer verder. Wanneer je afremt, slaat het energie op in een batterijsysteem. Maar wanneer je optrekt, zet hij dat weer in. Het front van de Night Edition is ook direct herkenbaar. Ook hier alle logo's in het zwart. De grill helemaal in het zwart uitgevoerd. En de soort van wenkbrauw boven de koplampen langs ook in het zwart. Daarnaast, ook specifiek voor de Night Edition, natuurlijk de donkere behuizing van de koplampen. Dus de koplampen zijn van binnen zwart. En datzelfde geldt ook weer voor de achterlichten. Deze auto is gespoten in Flame Red. Een mooie rode kleur, waar we die zwarte accenten natuurlijk ook weer heel goed bij staan. En in het interieur is er nog een specifieke optie die juist voor een trailer heel handig is. Deze auto is namelijk gezien van het trailer steering systeem. En daarmee kun je met een knop de trailer achteruit sturen. En zo kom je ook met je trailer altijd op de plaats van bestemming aan. Dan kun je de trailer heel precies positioneren tot de plek waar je hem wilt parkeren. Dat gaan we ook even laten zien. Voor we verder gaan naar het trailer steering systeem, nog even kort wat over het infotainment systeem van deze auto. Dit is het 22 model. Dus dat wil zeggen, hij heeft ook het nieuwste Uconnect 5 systeem. Met daarin ook de draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Dus wanneer je instapt en je telefoon is gekoppeld, kun je Google Maps openen. Kun je de andere systemen gebruiken die je zou willen, bijvoorbeeld Flitsmeister. Maar ook digitale radio van Duke bijvoorbeeld, die apps of Spotify. Die kun je hier gelijk op openen. Ja, dat even het infotainment systeem. Het trailer steering systeem werkt eigenlijk heel simpel. Je maakt een aantal bochten, je rijdt een stukje met de trailer, een aantal bochten van 90 graden en daarna minimaal 100 meter rechtuit. Daarna herkent de auto dat hij een trailer mee heeft en werkt het systeem. Vanuit de P, de parkeerstand, druk je op de knop. Dan zegt hij hier trailer steering ready. Vervolgens zet je de auto in de achteruit en dan kun je met deze knop de trailer draaien. Je ziet daar het streepje staan, waar, dat is het midden. En wanneer ik het rempedaal nu loslaat, ik stuur nu naar links toe, dan gaat de trailer, ik heb het knopje naar links, gaat de trailer naar links toe. Het stuur draait dus naar rechts om de trailer te krijgen waar je heen wilt. Nou, zo laat ik hem weer los, dan gaat hij weer vanzelf recht en dan zorgt hij weer voor dat de trailer weer recht achter de auto komt te staan. Rij je naar voren toe, dan blijft het systeem actief. Naar voren toe moet je wel zelf
sturen, maar dan komt de trailer natuurlijk achter je aan, dus dat is veel gemakkelijker. En wil je vervolgens weer naar achteren toe, hoef je alleen de auto weer in de achteruit te zetten, trailer stuurknopje te gebruiken. En dan gaat de auto met de trailer weer achteruit. Het is natuurlijk wel zaak om zelf je omgeving goed in de gaten te houden, want dat doet het systeem niet. Zo, en wanneer ik nu het knopje loslaat, draait de auto precies mooi die kant op. Zo werkt dat dus. Dat was even kort wat meer informatie over deze Ram 1500 en de mogelijkheden die je hebt met het parkeren en rijden met een trailer. Wil je er meer over weten? Kijk dan ook zeker even op onze website. Volg ons kanaal, zodat je op de hoogte bent van onze nieuwste video. En vergeet niet, wanneer je het een leuke video vond, op het duimpje te klikken. En heb je nog andere vragen, mag je ook alles stellen in de comments. Tot de volgende keer!